Hallo allemaal, wij mogen weer open. Dus ik heb de hele winkel op de kop staan. Want we gaan het gelijk eventjes helemaal mooi opnieuw inrichten. Ik heb heel veel potten nieuw binnengekregen. Het is een groot soortje hier. Maar morgen mogen we weer open. Yeah. Dus helemaal blij. Dus we gaan het gelijk de winkel weer helemaal mooi maken. Het was natuurlijk al mooi, maar we hadden overal wel een beetje een rotzooitje van. Door de lockdown en dat je overal werkt. En je slipt elke keer weer naar de etalage en dan moet het weer terug. En dan dit en dat, zo. Dus we gaan nu in één keer allemaal weer helemaal spik en span maken. Zodat we morgen weer gewoon lekker open kunnen. En dan hoop ik dat het zo blijft. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. We hebben de winkel dus echt op de kop staan. We gaan namelijk de bloemen ook een andere plek geven. Die stonden nou hier op deze stelling. Nu komt het hier. En dan komt hier nog een tafel. En hier. En dan komt aan deze kant komen de planten. En dan gaat één zo'n tafel hier weg. Daarvoor komen de boeketten. Dus als je naar binnen komt, dat je gelijk de mooie boeketten ziet. Dus ik ben buiten adem. Want we hebben net dat beest van de tafel afgehaald en niet bezet. En er stonden al heel veel potten onder. Dus het was een beetje zwaar. Dus kijk weer gezellig mee en heb je er zin in en ben je net zo blij als mij dat de winkels weer open gaan? Doe dan even een duimpje omhoog en kijk gezellig mee. Goedemorgen, het is ondertussen de volgende dag en we hebben de winkel helemaal klaar gekregen. Het is echt super mooi en alles staat er strak bij. Echt veel mooie nieuwe dingen, dus super leuk. Ik doe jullie even een rondje in de winkel. We hebben nu aan deze kant de planten. Veel grote planten hier trouwens in de etalage ook nog. Hier veel grote planten. Hier wat hangplanten. De bloemen hebben we nu aan deze kant, hebben we op kleur staan. We hebben hier bij de kassa nog veel planten. Hier aan deze kant hebben we wat hangers en frames. Die zijn we gaan aanvullen. Dan hebben we hier de bloemstukjes. De boeketjes. Die vullen we ook nog aan, want er nog moois bij gemaakt. Cadeauartikelen. En aan deze kant ook nog planten. Goedemorgen, zonder zorgen. Ik ben weer in de winkel. Ik ben de bloemen aan het inzetten, zoals je kan zien. Het staat weer mooi op kleur. Deze staat bijna vol. Deze staan weer mooi vol in het oranje, wit, paars en roze. Alles weer mooi op kleur. Ik heb ook weer mooie planten binnengekregen. Mooie azalea's. Daar calathea's, chlorophytum, hortensia's. Buiten staat het weer vol met mooie tulpjes. Dat kan mooi met dit weer. Lijkt ook weer vrolijk. Philodendrons hebben we mooi binnengekregen. Allerlei soorten. En daar ook weer calathea's. Dus de winkel staat weer mooi vol. Dus we beginnen weer mooi fris. En ik ben stukjes aan het maken. Kijk, het staat hier weer mooi vol. Net dit boeket gemaakt. Ook mooi. En leuke toefjes. Altijd leuk als je even op de koffie wil. Dus ik ga even verder met mooie bloemstukjes maken en de winkel netjes maken. Ik moet straks nog rouwwerk maken. Dus daar ga ik zo ook mee aan de slag. En heel veel inpakken. Het is een drukke dag. Gaan we aan de slag. Thank you.
Het is ondertussen avond. Het is echt al 9 uur of zo. Ik ga ook zo afsluiten. Maar er waren zoveel pakketten. En morgen krijg ik best wel grote vracht bloemen en planten binnen. Dus ik weet dat ik daar heel veel werk mee heb. En ik wil morgen gewoon alle pakketten weg. Dus ik ben hier al druk bezig met inpakken. Een mooi begin weer voor morgen. Dus morgen vroeg beginnen we weer op tijd. Maar wel lekker dat dit weer klaar is. Ik heb net ook nog weer bloemen binnengekregen voor de bestellingen. En wat bloemen voor in de stelling. Dus morgen krijg ik weer grote vracht. Dus ik ga nu afsluiten en dan zien jullie me morgen weer. Goedemorgen, ik heb de bloemetjes buiten en binnen gezet, staat mooi vol. Hier staat ook weer alle bloemen weer mooi vers in. Lijkt toch altijd weer mooi, kijk dan prachtig die kleuren bij elkaar. Ik ga lekker aan het werk, want ik heb veel bestellingen. Gisteren ben ik live geweest, je kunt het allemaal een beetje aan me zien, want ik ben nog een beetje moe. Maar dan wordt het toch altijd later en toen heb ik toch nog even de bloemen er allemaal op water gezet en ingezet. Zodat ik vandaag goed fris kan beginnen, omdat er best wel veel besteld is, wat natuurlijk super fijn is. Je hoort me niet klagen hoor, maar er is werk aan de winkel. Ik ga eerst even wat mengen voor de winkel, zodat het even weer goed vol staat. Ik ga bestellingen maken, het tankstation moet bevoorraad worden. Dus daarvoor ga ik ook heel veel boeketten maken. Dus gauw aan de slag! Goedemorgen, daar zijn we weer. Ik ga weer aan de slag. Ik ga eerst even beginnen weer met wat boeketten maken en dat soort dingen voor de winkel. Ook, ik heb ook hele leuke nieuwe ondergronden binnengekregen. Daar ga ik straks ook even een paar van maken even voor in de winkel. Laat ik jullie zo zien en ook weer veel bestellingen om in te pakken. Dus dat is niet zo heel spannend. Maar eerst even lekker boeketten maken.
Goedemorgen, het is zaterdag en ik neem je nog weer een dagje mee. Ik heb eigenlijk geen idee meer wat ik gisteren allemaal had gevlogd, dus kijk gewoon vandaag weer gezellig mee. Zo, de dag zit erop. Alles is weer opgeruimd en netjes. De vloer is weer netjes gedweld voor volgende week. Het was een druk dagje, dus ik heb nog niet zo heel veel kunnen filmen. Maar volgens mij is het een volle week vlog. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Volgens mij hartstikke vies. Wacht even. Dat is beter. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk, doe even een duimpje omhoog. Ik ga nu nog even weer een leuke DIY opnemen. Die zien jullie de volgende keer. En je kan nog meedoen aan de winactie, mocht je het leuk vinden. Dan moet je even naar de vorige video gaan. En dan zien jullie mij de volgende keer weer.